Welkom in de kleedkamer van El. Welkom in de zomer 2016. Onze assistenten en stagiaires die helpen echt knoeihard om alle spullen op tijd hier te krijgen. Honderden telefoontjes naar Milaan, naar Parijs, naar New York, naar noem het allemaal op Londen. Alle andere Els en ook alle andere tijdschriften, die gaan allemaal nu de nieuwe zomerspullen fotograferen. Dus het is een enorme trek en bellen en doen om de juiste jurk op de juiste plek te krijgen. Super spannend. En dan komt het hier in de kleedkamer en dan is het nog van welke stylist gaat met welke look aan de slag en welk soort model en hoe komt het allemaal bij elkaar. En nou, dat is, wij vinden dat het allerleukste en daarom is het leuk dat jullie nu een keer meekijken. Oh ja, kijk, dat is het. Oh, kijk nou, hier is het allemaal weer begonnen, jongens. En ja. Toen we deze op de catwalk zetten. Oh, zaten, tof ook. Toen, hier ben je Jamaica, hier krijg je Jamaica. Toen hebben we Maartje gebeld en gezegd, nu Jamaica boeken. Jamaica boeken. Ja, fantastisch. Geweldig, hè? Maar we willen ook niet heel erg in clichés denken, want Agnes moet ook gewoon heel cool blijven. Ja, het moet ook niet verkleedpartij zijn van we spelen het. Je moet het daarna gewoon in Amsterdam aan. Oh, en ik vind het ook heel mooi qua kleur. Wat heb je hieronder dan? Ja, dat is met zonder vrouw, dat is misschien toch een beetje te crazy. Ja, maar wel heel leuk. Ja. Ja, dit ben ik ook echt helemaal hartstikke blij mee. Omdat dat t-shirt gewoon van de herencollectie van Diesel, maar het is natuurlijk echt geweldig. Dat vind ik ook leuk. Paige. Ja, hij ging er dus bij Liedewij uit en ben ik hier de lijkenpikker. Dit is dus van dat hele leuke merkje Afrique en dit is echt de man in Rwanda die het gemaakt heeft. Ik zal gewoon bibbel laten zien en de voorkant. Kan dat? Ja, dat kan. Ja, ja. En wat zijn dit voor leuke sokjes? Dat is dus de surfboot van dit moment, Acne. Dus die moet er wel in en ik vind hem echt in dit verhaal eigenlijk wel helemaal geweldig. Hoor. Hier leuk bij zo. Thomas Meyer is daar de creative director en die had zo'n geweldige collectie. En ik kan niet geloven dat ik dit stuk nu heb. Dan hebben we hier meer een soort de English Patient of de nieuwe Pelgrim. Onze vriend van Eutri. En dat vind ik echt een heel lekker ding. Ik dacht, ja, dat streepjesgevoel is ook goed, want dan is het net alsof ze toch ook een beetje misschien wel van de zee komt. En hier deze jurk van Fanny vind ik ook heel kostumesk. En weer die schouder natuurlijk wel. Dit ga je dus allemaal meenemen, Esther. Ja. Oh my god, meid. Ja, dat is niks geks. Nee, maar zoals dit. Ja, die gaat in een, koffer in dan. Een koffer. In een koffer. Ja, die check ik niet zo in. Nee. En dit is allemaal, dit heeft het allemaal niet gemaakt. Nee, dat heeft het allemaal niet gehaald. Dus dit mag hier allemaal een soort van leuk bij mij hangen.